Welkom bij deze instructie over de moderne dans. Voordat we verder ingaan op de moderne dans, is het belangrijk om even kort terug te kijken naar waar de dans nou vandaan kwam. En die traditie van de dans ligt in het klassieke ballet. In het klassieke ballet ging het erom dat de danser zo perfect en harmonieus mogelijk danste. Dat betekent dat de focus hoog ligt. Het gaat om sierlijke sprongen, om hupjes, om het dansen op de tenen, op spitsen, om lifts, om grote sprongen en grote bewegingen, het sierlijke en het ronde centraal staat. In de moderne dans wordt daar dus mee gebroken. Ook in de dans komt er veel meer emotie in de beweging. Spontaniteit komt opzetten en ook hier zet de dans zich af tegen al die regels van het klassieke ballet, van de traditie. Het modernisme toont vrijwel voor het eerst in de cultuurgeschiedenis interesse in andere culturen, die op dat moment nog als primitief worden beschouwd. Dat primitieve betekent dat de westerse wereld, we hebben het hier over Europa, neerkijkt op culturen die we bijvoorbeeld zien in Afrika of in Zuid-Amerika. En die culturen zijn nog niet gebonden aan vaste regels waar de kunstenaars en de makers in het modernisme zich zo tegenaf willen zetten. Daarom wordt die primitieve wereld, zoals die wordt beschouwd, uitgangspunt van heel veel moderne kunst. Dat dierlijke, die oer, die komt centraal te staan in veel natuurlijkere en veel lelijkere, zoals het in eerste instantie wordt genoemd, bewegingen. Dat primitieve zorgt voor het teruggaan naar de basis, zonder verdorvenheid, zonder vaste regels en zonder die sierlijkheid. De nadruk komt te liggen op de basislaag en specifiek op de heupen en de grond, dus zelfs richting de voeten. Muziek en dans zijn los van elkaar. Het zijn allebei een individu die op elkaar kunnen reageren, maar altijd los van elkaar staan. Dus niet meer harmonieus samenwerken. En kleding in de moderne dans is niet altijd meer fijn. Waarin het klassieke ballet dit altijd strak was om dat lichaam te laten zien en vooral ook de controle van het lichaam te laten zien. En een tutu de functie had om die hoogte te laten zien tijdens bijvoorbeeld het maken van sprongen, is dat in de moderne dans niet meer belangrijk. Wordt kleding los? Die benadrukt bepaalde hoekigheid of zorgt er vooral voor dat die losheid in de beweging ook wordt doorgevoerd in de kleding. Het is niet meer belangrijk dat die fijn zit en dat die nauw aansluitend is aan het lichaam. De Ballet Russe is een balletgezelschap dat wordt opgericht in Parijs door de Russische Sergej Diaghilev. De Ballet Russe brak gigantisch met die academische tradities. Dat deden zij door de basis veel lager te leggen, dus veel meer vanuit de heupen en vanuit de buik te dansen. Meer te stampen, de tenen zijn niet meer gespitst, maar kunnen juist hoekig zijn en er worden geen verheven thema's meer gedanst, maar die primitieve thema's en die emotie die komt centraal te staan. Le Sacre du Printemps van Ballet Russe van Sergej Diaghilev wordt heel slecht ontvangen. De muziek is atonaal, dat kun je terugvinden in de ontwikkeling van de moderne muziek. En omdat de mensen dit zo ontzettend heftig vonden, omdat ze dit niet gewend waren, gingen zij heel hard boehoeën, waardoor de muziek amper meer te horen was. Aan het einde van de voorstelling was 3/4 van het publiek weggelopen. Een ander voorbeeld voor een belangrijke choreografe, die veel invloed heeft op de ontwikkeling van de moderne dans, is Mary Wigman. Het was een Duitse choreografe die ook gigantisch brak met die regels van het klassieke ballet. Dit deed zij door nieuwe technieken en een nieuwe bewegingstaal te ontwikkelen. Ze wilde een dansvorm creëren die in lijn lag met de geest van de tijd. Of zoals Daumier het zei, de filosoof, il faut être de son temps. Men moet meegaan met de tijd. Haar stijl is te beschrijven als hoekig, dierlijk, primitief en laag bij de grond. In het voorbeeld is bijvoorbeeld letterlijk te zien dat zij op de grond zit, haar handen klauwt, een hele hoekige en grillige vormen maakt met haar lichaam.